ik denk dat voor adoptie van technologie dat er een moment moet komen dat het voor de grote massa vanzelfsprekend is om te gaan gebruiken. Dat het beter is dan de alternatieven. Bitcoin, daar wordt eigenlijk alleen maar een karikatuur van gemaakt. Terwijl het wel een wezenlijke technologie is die aan het opkomen is. En die aan het ontwrichten is. Ja, daar was even een soort van magisch moment dat ik dacht van holy Moses jongens. Zo ziet open source geld eruit. Zo ziet de toekomst eruit. Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en ik ben vandaag onderweg naar Bert Slachter, Peter Slachter en Bart Mol, de heren van Satoshi Radio. Ik ben onderweg naar Amsterdam en we gaan het vandaag uitgebreid hebben over onder andere het boek wat de heren Slachter onlangs hebben uitgebracht. Het boek genaamd Ons Geld is Stuk. Zij leggen ons uit waarom ons geld stuk is en wat het belang is van het feit dat je weet dat ons geld stuk is. Want ook in Europa hebben we te maken met geld wat kapot is, stellen zij. We gaan het daar uitgebreid over hebben en de ondertitel van hun boek gaat als volgt. Waarom Bitcoin mogelijk de oplossing is. Dat is heel erg interessant, want waarom zou Bitcoin de oplossing voor het kapotte geld zijn, dat bespreken we onder andere ook nog met Bart Mol. Hij vertrok onlangs naar El Salvador, het land die Bitcoin officieel als legal tender omarmde. Dus als officieel betaalmiddel. Wat kunnen we daarvan leren? Van een land waarin, nou ja, het regime toch wel dictatoriaal te noemen was enkele jaren geleden. En het is een vrij klein land die eerst de euro of eerst de dollar als standaard had. Wat kunnen we daar nou mee? Zegt dat iets voor de toekomst? En kunnen we iets zeggen over het wereldwijde beleid hierin? Kunnen we Bitcoin inderdaad omarmen als legal tender, maar dan wereldwijd? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het wordt een zeer belangrijke aflevering, een zeer interessante aflevering ook. En een grappige aflevering, zoals we natuurlijk van de Slachters en van Bart Mol gewend zijn. Als die met z'n drieën in een ruimte zitten, dan is het altijd feest. Nou, dat wordt het nu ook. Ik zou zeggen, pak even je kopje koffie, je kopje thee erbij. Pak een bak met koekjes of een bak met chips. Ga er lekker voor zitten en rij gezellig met ons mee. Tot zo. Daar zijn ze hoor. Goedemiddag. De heren van Satoshi Radio. Goedemiddag. De hele ploeg heb je te pakken. Ja, hoe is het jongens? Nog goed. Ja, het leuk dat jullie er zijn. Hartstikke fijn. We lekker gaan warm vandaag hier. Ja, zeker. Heerlijk. Het is koud buiten. Heftige weer. Ja, absoluut. We gaan vandaag lekker rijden. Oh, ik zie dat we gelijk beginnen met een rood stoplicht. Dat is top. Ja, maar je hebt ons een rondleiding door Amsterdam beloofd. Dus, ja, dat gaat een beetje lastig worden. Want we zitten richting het einde van de dag. En dat betekent dat het chaos is in Amsterdam. En ik krijg wel eens opmerkingen daarover dat ik niet te erg op een chaotische weg moet rijden, zodat we het gesprek nog goed kunnen volgen. Ja, anders moet je wel op heel veel dingen tegelijk concentreren. Precies. Dus we gaan een rustige route uitkiezen langs de Amstel. Het wordt een prachtige rit in ieder geval. En we gaan het vandaag hebben over onder andere ons geld, want ons geld schijnt kapot te zijn. Ja, het schijnt, ja. Ja, dat schijnt zo te zijn. En Bitcoin zou mogelijk wel eens de oplossing kunnen zijn. We gaan het natuurlijk ook uitgebreid hebben over Bitcoin en Litecoin. Maar ik wil eigenlijk eerst even beginnen bij jullie boek. Jullie hebben onlangs een boek gepubliceerd over de toekomst van ons geld. En ik ben wel benieuwd naar wat was de need, de noodzaak om ineens dat boek naar buiten te brengen? Of zat het al heel lang in jullie gedachten? Wat was de reden voor het schrijven van het boek? Ja, Peet, waarom hebben we eigenlijk een boek geschreven? Ja, dit is het moment dat jij van wal steekt, toch? Oh, ja, dat is goed. Ik keek al heel erg subtiel, maar ik zeg, nee, ik ga lekker achterin zitten. Een beetje, ik voel me echt de gast hier. Normaal gooi je er een dubbeltje in. Begint hier gewoon. Ja, maar ik krijg altijd de klacht dat ik Peter nooit aan het woord laat. Normaal krijgt de presentator niet eens de kans om de vraag te stellen. Maar weet je, we hebben eigenlijk maar een paar maanden geschreven. Ja. Dus veel mensen die vragen ons, hoe lang heb je er dan over gedaan? Maar uiteindelijk was het best wel kort. We zeiden ook tegen de uitgever, ja, volgens mij moeten we zorgen dat er net na de zomer, zo oktober, dat er een boek in de winkel ligt. Toen zeiden ze, 2022 bedoel je toch? Nee, 2021.
Dus het was ook wel redelijk ambitieus. Maar weet je, we voeren die gesprekken al jaren. Ja. Al 4, 5 jaar zijn we wekelijks in gesprek met journalisten, met redacties, met innovatieteams bij techbedrijven, met mensen bij de overheid en de cryptobedrijven zelf natuurlijk, met de bitcoiners, de kern, de harde kern van de gemeenschap, ja, de community. Dus we hebben eigenlijk al zoveel gesprekken gevoerd en zoveel manieren uitgelegd en begrijpelijk gemaakt en geduid. Ja, dat het dan ook wel weer vrij snel eruit rolt. En jij zegt net, we hebben het in 2 maanden geschreven. Dat is wel echt bizar, sick, hè? Ja. Toch? Maar waarom zo snel? Want je kon er ook een jaar over doen. Nou, we dachten zo, weet je, oktober hebben we een nieuwe all-time high. Dus dan moet hij in de winkels liggen. Een onderbuikgevoel. Nou, dat hebben jullie goed ingeschat. Toen dachten we van, nou ja, weet je, zo vlak voor het feestdagenseizoen door de 100k. Dus ja, dat komt nog binnenkort. En waarom was het zo? Ja, jij vroeg natuurlijk, waarom hebben we het geschreven? Precies, ja. Ja, dat komt omdat we, kijk, Bert zegt, we hebben jaren gesprekken gevoerd met allerlei mensen, maar daar zit natuurlijk ook een reden achter. En dat is denk ik in de eerste plaats omdat we de onderliggende materie gewoon ontzettend interessant vinden. Mm-hmm. We komen zelf uit de technische hoek, dus we hebben allebei meer dan 15 jaar in de IT gewerkt. Dus daar ligt de technische basis. Nou, daarbovenop een hele gezonde dosis nieuwsgierigheid naar alles wat met geld en geopolitiek te maken heeft, ja. Nou, dan zit je toch met je neus in de boter als je het over Bitcoin hebt. Ja. En als je daar eenmaal even in het konijnenhol van Bitcoin gekeken hebt, ja, dan wil je er ook niet meer uit. En dat is een stukje passie geworden. En natuurlijk daarbovenop dat je al jaren, eigenlijk tientallen jaren, al ziet dat het geldsysteem scheuren vertoont. Ja. Dat zie je de laatste tijd natuurlijk heel concreet, zelfs in Nederland, met spaargeld dat eigenlijk geen rendement meer oplevert. Eigenlijk kost het gewoon geld om je spaargeld ergens te stallen. Mm-hmm. Want jij stelt dus, ook in Nederland is het geld stuk, ja, niet alleen in andere delen, ja, van de wereld. Zeker is het geld stuk bij ons. Maar als we dan even heel simpel naar de bakker op de hoek gaan of de gewone man in de straat. Die zal zeggen, ik kan nog gewoon pinnen. Dat werkt bij mij allemaal nog. Het eten in de supermarkt is nog betaalbaar, dus hoezo mijn geld is stuk? Ja, dus de functie als betaalmiddel, als ruilmiddel, die is heel prima. Ja. Sterker nog, die is in Nederland misschien wel op de beste manier ingevuld wereldwijd. Zodra je in Duitsland of België over de grens komt, dan zal je zien dat je eigenlijk nergens meer kan pinnen. Dan land je ineens in een heel andere wereld. Ja. En dus het ruilen hier is heel goed geregeld. Ja. Maar als je gaat kijken naar de mate waarin het waarde vasthoudt, dus zijn functie als oppotmiddel, daar is eigenlijk sinds de jaren 70 aan inflatie onderhevig, zou je wel kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar ja, dan zijn er mensen die dan... Ja? Ja, eigenlijk sinds 2010 hè, is dat echt een probleem. Want daarvoor was de inflatie wel hoog, maar was de spaarrente hoger. Precies. Je spaargeld, dat hield zijn koopkracht. Je kon zelfs wat koopkracht winnen door het gewoon op je spaarrekening te zetten. Ja, dus die inflatie was toen niet zo... Inflatie was toen veel hoger dan nu, maar de rente was nog veel hoger. Maar dat wil niet zeggen dat het toen systematisch in orde was. Kijk, we zijn toen wel begonnen met... In principe zijn we toen begonnen met... Het uitstellen van ingrepen om een gezond financieel stelsel te houden. Ja. Kijk, we hadden toen nog allerlei instrumenten die effectief waren, waardoor het leek alsof het allemaal de goede kant op zou gaan. Maar we zitten nu natuurlijk met problemen waarvan je kunt zeggen dat ze daar een oorsprong vinden. Maar ik ben het helemaal mee eens dat het heel voelbaar is geworden. Dat is van de laatste jaren. Bijvoorbeeld, probeer maar eens een huis te kopen als starter. Ja. Het feit dat je met studieschulden van de universiteit afkomt. En dan daarbovenop dus nog met enorme asset-inflatie te maken krijgt. Mm-hmm. Ja, dat zijn concrete manieren waarop het geld in Nederland stuk is. Ja, en ga je daar buiten kijken, dan zie je veel diepere systeemscheuren. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst zou ik nog eventjes terug willen naar... Hè, jullie schetsen dus een monetair perspectief waarin het geld stuk zou zijn. Maar er zit ook een stukje technologisch perspectief in, als ik jullie achtergrond een beetje hierbij betrek. Klopt. Ja, en dan heb je meteen ook eigenlijk de kern te pakken van waarom wij het boek wilden schrijven. Ja. Want om Bitcoin te begrijpen moet je heel veel verschillende... Aspecten snappen. Ja. Er komen zoveel dingen bij elkaar in Bitcoin. Dus er zit iets
iets van macro-economie, er is iets van monetaire economie. Er zit iets van speltheorie, dat is een beetje iets wiskundigs. Er zit cryptografie in, netwerken, de adoptie van technologie. En om Bitcoin te begrijpen moet je eigenlijk van al die puzzelstukjes moet je iets snappen. En wij merkten dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld één gebied heel goed kennen omdat ze econoom zijn of omdat ze IT'er zijn. Mm-hmm. Maar dan niet alles overzien en dan daar op basis daarvan verkeerde conclusies trekken. Ja. En dus wij dachten van, nou ja, weet je, in zo'n boek kun je ook iedereen meenemen, een rondleiding geven langs al die verschillende aspecten en dan een veel completer beeld geven, zodat als we dan met elkaar een gesprek erover voeren, een discussie voeren, en dat iedereen dan zeg maar met dezelfde puzzelstukjes aan tafel zit. Mm-hmm. Dat het niet meer op basis van karikaturen gevoerd wordt. Ja. Nou, en technische ingrediënt is, wij denken dat Bitcoin een even grote technologische verandering is als bijvoorbeeld de mobiele telefoon, social media, het internet, personal computer. Nou ja, Michael Saylor gaat verder en die zegt dan stroom. Dat is nogal een uitspraak. Ja, spoorwegen, ja. De stoommachine. Nou, weet je, dan kun je natuurlijk vragen, ja. Afvragen, maar mensen kijk, bestaan. Ik zag je ogen, zag zijn ogen oplichten. Ja. Lasers. Maar ik geloof dat oprecht dat zou kunnen. Hè, dus als we over 100 jaar terugkijken, dat Bitcoin in dat rijtje geplaatst wordt. Want wat er met Bitcoin voor het allereerst mogelijk is dat we waarde kunnen overdragen. Dat we een digitale bezitting kunnen overdragen zonder dat daar een centrale partij bij betrokken is. Mm-hmm. En want wat we tot nu toe altijd gedaan hebben met digitale eigendommen, digitaal bezit, met digitaal geld, is het bezit daarvan ergens in een administratie bijhouden. Ja. In beheer. Een boekhouding. Ja, is in beheer van een bank of een techbedrijf, ja, of een overheidsorganisatie. En die beheert dan, daar staat in, nou, dit is van Bert, dat is van Peter, dat is van Bart, dat is van Madelon. En als ik iets aan iemand geef, dan wordt het in het boekhoudertje bijgewerkt. Nou, en dan vertrouwen we die partij dat het goed gaat. En ja, dat werkt allemaal best wel prima als het kleinschalig is, als het lokaal is. Hè, noem ik landelijk is bijvoorbeeld lokaal. Ja. En als het niet al te lang hoeft te duren. Neem een concertkaartje. Dat is gewoon een digitale bezitting al lang. Dat is gewoon een QR-code. Laat je zien, mag je naar binnen. Ja, dat hoeft maar 3 maanden geldig te zijn. Want dan is het concert en daarna boeit het niet meer. Mm-hmm. Is prima als zo'n concertbedrijf dit regelt. Maar wat nou als je digitaal bezit binnen een seconde wereldwijd wil versturen. Of digitaal bezit 10, 30, 100 jaar wil in bezit wil hebben, mm-hmm, ja, dan wil je eigenlijk niet, dan werkt het niet als je afhankelijk bent van een zo'n centrale partij. Ja. En dit proberen we in de informatica al decennia op te lossen. En dat is Satoshi Nakamoto als eerste gelukt. Dus om een hele grote groep, een oneindig grote groep met potentie van mensen die elkaar niet kennen, consensus te laten bereiken over wat van wie is. Ja, dus even voor mijn beeldvorming. Jullie schetsen tal van verschillende manieren waarop het geldstuk is. Eén daarvan is monetair gezien, maar technologisch zou er in ieder geval wat vooruitgang geboekt kunnen worden. Ja, dus eigenlijk wat wij in de toekomst als wereld graag willen is geldsystemen die waarbij het digitale geld echt digitaal is. Mm-hmm. En dus niet een entry in een database van een instantie. En waarbij we dat digitale geld kunnen programmeren en binnen een seconde naar de andere kant van de wereld kunnen sturen zonder tussenpartij. Ja. En centrale banken zijn ermee bezig met digitaal centrale bankgeld. Techbedrijven zijn ermee bezig. Facebook was met Libra bezig. Maar dan hou je wel die derde partij. Ja, maar ze kunnen dat ook zo maken dat het op zichzelf staat. Ja, dat is zeker. En want digitaal centrale bankgeld wordt vaak meer vergeleken met cash, met mm-hmm, contant geld, dan met giraal geld. En ja, contant geld heeft diezelfde eigenschap. Als ik jou een tientje geef, dan is het gewoon van persoon tot persoon. Mm-hmm. Ik bedoel, contant geld is ook peer-to-peer, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we zijn met z'n allen bezig met het geld van de toekomst. En daar is ook een derde tak in. En dat is het open source geld, zou je kunnen zeggen. Dat is Bitcoin. Mm-hmm. Ja. En waarom is het dan zo van belang dat mensen begrijpen waarom ons geld stuk is en dat Bitcoin daar mogelijk een oplossing in zou kunnen zijn? Want als ik heel even terugga naar de kern, een gewone schooljuffrouw of iemand die hard werkt in de zorg, die is hier niet mee bezig. Nee, dat is precies het probleem. Maar is dat zo? Nou, ik denk inderdaad dat het zo is, ja, dat de gemiddelde Nederlander
nog niet bezig is met de inhoud van het boek. Daarom hebben we ook geschreven. Als het allemaal al bekend was geweest, dan was het een open deur geweest. Ja, dat komt ook mede doordat die problemen nog niet dusdanig aan de oppervlakte komen drijven. Zoals bijvoorbeeld in een Argentinië. Precies, en daarom is het zo belangrijk dat we het nu met z'n allen wel gaan hebben over geld. Want het is gewoon een maatschappelijk thema die belangrijk is. Geld bepaalt gewoon een heel belangrijk deel van je dagelijks leven zonder dat je het doorhebt. Ja. Ja, en dat geldsysteem, geld is altijd een samenvoeging van een systeem waarin het rondgaat en het middel zelf dat je gebruikt. Ja, daarvan zou je best kunnen zeggen, die is ziek en al jarenlang. En daar heeft iedereen last van, maar wel vaak ongemerkt. Mm-hmm. Het is een beetje zo'n chronische, sluimerende aandoening. En het is zo dat in Nederland geld gereduceerd is tot een gebruiksmiddel. En dat is op zichzelf handig, hè? Want als het allemaal goed werkt, hoef je nergens over na te denken. Ja. Maar als het allemaal even niet goed werkt, dan is de afstand tussen hetgeen je gebruikt en waar het allemaal invloed op heeft, is zo groot geworden dat je eigenlijk helemaal niet doorhebt waar je het probleem moet zoeken. Dan ben je eigenlijk al te laat. Dan ben je eigenlijk gewoon onderdeel geworden van dat systeem zonder dat je dat per se doorhebt en zonder dat je kunt zien van joh, waar zouden de oplossingen kunnen liggen? En dat merk je niet alleen bij de schooljuffrouw. Dat zit zelfs zie je zelfs terug in de Nederlandse politiek. Financiële thema's worden ook door politici gezien als best wel een ver van hun bedshow. Ja. Dat hebben we weg. Maar dat komt dus ook omdat het super complex is. Dat is dus ook helemaal niet vreemd. Ja, en omdat het naar de ECB is gedelegeerd. Hè? Dus het is niet meer een nationaal thema per se, maar ook een Europees thema. Dus dat brengt het ook wat verder nog af van je bed. Ja. Dus ja, kijk, het is ook pas echt de laatste jaren dat wij ook merken dat er ook in de maatschappij veel meer interesse komt in hoe zit het nu eigenlijk. Dus dat komt ook door de negatieve rente. Gek genoeg gaat het niet eens per se om dat die nominale rente negatief wordt. Hè? Dus dat het getalletje negatief wordt. Het gaat eigenlijk om het verschil tussen de rente en de inflatie. Maar toch, het feit dat het dan ineens negatief wordt, dan denken mensen toch eens, hé, maar wat gebeurt hier voor geks? Ja, dit is vreemd. Ja, en huizenprijzen die 20% stijgen. Ja. En dat het voor eigenlijk meer ongelijkheid in de maatschappij zorgt. Dus er zijn natuurlijk nu wel wat dingen die heel zichtbaar zijn, waardoor mensen denken, hoe zit het eigenlijk? Kijk, en een van de dingen is dat als gewone consument word je eigenlijk verplicht om belegger te worden. Ja, klopt. En dat is wat mensen merken. Dat hoor ik ook gewoon van mensen zeggen, ja, ik heb door dat ik iets moet, maar ja, een beetje koud watervrees, ja, wat moeilijk. Moet ik nu? Ja. Dus ja, ik denk wel dat het steeds meer een gesprek wordt. Ja. Maar goed, we hebben niet de bedoeling van het boek is niet dat we een of ander lovend evangelie uitbrengen over Bitcoin. En wat wij constateren is dat het geldsysteem stuk is. En daar zijn we echt niet de eerste in. Daar is heel brede consensus over. We constateren, net als anderen eigenlijk, hè, dat het op drie manieren aangesleuteld wordt. Mm-hmm. Vanuit overheden, centrale banken, vanuit big tech. Maar ook vanuit een decentraal georganiseerde opkomende technologie, zoals Bitcoin. En wat wij merken is dat over die eerste twee wordt redelijk serieus gesproken. Is ook niet iets wat nu wat breed aangekaart is maatschappelijk. Maar Bitcoin, daar wordt eigenlijk alleen maar een karikatuur van gemaakt. Terwijl het wel een wezenlijke technologie is die aan het opkomen is. En die aan het ontwrichten is. Dat gebeurt gewoon. En daar heeft niemand van gezegd van dat gaan we nu aanzetten of we kunnen het uitzetten. Ja. Het komt op, we hebben ermee te dealen, dus laten we het dan ook serieus behandelen. De voors en de tegens. En dat is wat we op papier hebben gezet. Ja. En dan ook op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Dat je geen technische achtergrondkennis nodig hebt, geen economische achtergrondkennis. Nou, en dat is wat we al die jaren aan gesprekken voeren. Dat hebben we daaruit kunnen halen en de metaforen die we hebben kunnen gebruiken. Dat is dan wat die jaren aan gesprekken en podcast maken en in de communities je begeven en met verschillende doelgroepen spreken, ja, dat heeft dat opgeleverd. Ja, en ik denk ook wel dat er een statement vanuit jullie gekomen is, of althans een ander geluid over Bitcoin. Want doorgaans is het zo dat er toch, er kleeft toch een negatief imago. Ja, of extreem negatief of extreem positief. Dus het is vaak heel gepolariseerd. Of mensen die zeggen, Bitcoin fixes letterlijk everything. Alles. Of het is een piramidespel en we moeten er snel mogelijk mee stoppen. Hè? Pieter Haaskamp die zegt, laat het dan maar verbieden. Of er wordt lacherig over gedaan. Weet je, dat zijn de twee uitersten. Ja. Terwijl je moet het eigenlijk gewoon serieus nemen. Je moet eigenlijk constateren, de geest is uit de fles. Dit is niet meer te stoppen. Bitcoin is unstoppable force, zei men in Amerika. En
Bitcoin is here to stay, dat zijn maar hier Alkaya, ons Tweede Kamerlid bij de SP. Mm-hmm. En ik denk dat gewoon terechte constateringen zijn, observaties. Er zit nog niet eens een oordeel in, maar gewoon je observeert, weet je, dit gaat niet meer weg. Ja. Landen die het verbieden, die komen na een paar weken erop terug en zeggen, ja, misschien moeten we toch maar reguleren, want het verbieden blijkt erg lastig. Ja. En dus we moeten ons ertoe verhouden. Nou ja, laten we dat dan op een geïnformeerde manier doen. Dus dat zullen we ernaar kijken. En dat is dus inderdaad wat Peter zegt, niet alleen maar een lofzang. Maar er zijn ook gewoon wel hete hangijzers. Bitcoin heeft ook bijeffecten waar we het over moeten hebben. Voordat we echt de diepte ingaan hoor, over Bitcoin, wil ik eigenlijk nog even terug naar het geld aan zich. Want in Nederland, nou ja, zou je dus kunnen concluderen, als ik jullie zo hoor, is het geld inderdaad stuk. Maar als we een stapje verder gaan, dan zien we landen waarin het geld nog stukker dan stuk is. Neem een Iran, een Venezuela, een Argentinië. Hebben jullie voorbeelden van bepaalde situaties waaruit dan echt heel erg duidelijk naar voren blijkt dat een bevolking dusdanig last ondervindt van hun monetair systeem, dat ze gewoon belemmerd worden in hun normale leven? Ja, zeker. Zeker. Ja, kijk, het mooiste tussen aanhalingstekens zou natuurlijk zijn als je zelf aan den lijve ondervonden hebt hoe dat is. Maar ja, aan de ene kant jammer, aan de andere kant mag ik van geluk spreken dat dat niet zo is. Dus we moeten het doen met overleveringen van anderen. Ja. En in die context vind ik de verhalen van Alex Gladstein, dat is de CSO van de Human Rights Foundation, die vind ik in die context altijd erg tekenend, beeldend, goed verwoord, eloquent verwoord. Ja, en dan komen er verhalen uit allerlei regio's inderdaad, die jij net even langs liet komen. En van mensen die hun betaalfaciliteit wordt ontnomen omdat ze de verkeerde mening hebben. Nou, zover kan dat gaan, maar je hebt natuurlijk ook een hele grote groep mensen die überhaupt helemaal geen toegang heeft tot een digitale economie. Ja. Omdat een bankrekening in hun land iets is voor de mensen die relatief veel geld hebben. Voor de elite. Hmm. Voor de elite. Ja. Bart, jij ging onlangs naar El Salvador. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het er daarvoor stond. Nou, wat ik wel precies wat Peter zei, was eigenlijk de reden om daarheen te gaan. Omdat je toch op een gegeven moment werd natuurlijk aangekondigd dat, dat Bitcoin daar een legaal legal tender zou worden. Hè, een wettig betaalmiddel. Ja. En er worden al heel snel, hè, wat Bert zei, van die extreem positieve verhalen bijverzonnen door mensen ja, die eigenlijk nog nooit te maken hebben gehad met of inflatie of censuur of whatever. Mm-hmm. En die verhalen waren van, ja, de remittances werden natuurlijk, hè, dus de mensen die geld terugsturen vanuit Amerika vaak terug naar familie in El Salvador, dat zo'n groot gedeelte van het GDP was, hè, het bruto binnenlands product. Mm-hmm. Het ging over 70% van de mensen heeft geen bankrekening. Nou, noem het maar op. En ik was heel erg benieuwd van, joh, ja, klopt dat nou? Of zijn dat nou dingen die wij aan de hand van statistieken verzinnen? Ja. Omdat we zo graag willen dat dat sprookje werkelijkheid wordt. Hè? Dat het echt zo is. Bitcoin fixes dit. Precies. Zitten wij vanuit onze westerse ivoren toren nu even voor die mensen daar te beslissen? Hè? 2 weken geleden interesseerde me niks. En nu hè, heb ik een heel mooi verhaal klaar. Dus ik dacht, nou, weet je wat, we gaan er gewoon heen. En dan zien we het wel. Ja. Ja, en wat die mensen me daar vertelden, of het nou een taxichauffeur of een lokale schaafijsverkoper was, die vertelden inderdaad van ja, nee, iedereen heeft familie in het buitenland en die sturen inderdaad allemaal geld terug. En inderdaad, bankrekeningen, ja, die hebben mensen niet. Digitaal betalen was inderdaad heel moeilijk. Het is echt een cash-gedreven samenleving. Mm-hmm. En ja, dus dat inderdaad, ik kan wel bevestigen, in ieder geval iets meer bevestigen dan daarvoor, dat ja, die horrorverhalen die je van tevoren hoorde, dat die voor een groot gedeelte wel kloppen, ja. Ja, en kijkend naar de case El Salvador aan zich, hoe heb jij het ervaren om daar te zijn op het moment dat zij Bitcoin als legal tender omarmde? Want zij hadden natuurlijk de dollar als munt, niet zoals wat we in Venezuela zagen of wat we in Zimbabwe zagen, waar een eigen munt aan hyperinflatie onderhevig was. Het was wel een net iets andere situatie. Nee, zeker. En die dollar die hebben ze natuurlijk nog steeds. Dus ze hebben ze nu naast elkaar lopen. Ja, kijk, wat denk ik een beetje het punt was. En in het begin zei die president dat ook nog wel. Maar later is dat toch een beetje weggemoffeld. Mm-hmm. Maar dat ze dat... ze hebben natuurlijk
ja, als je een gebruik maakt van de dollar, dan heb je dus wel de lasten, maar niet de lusten van het monetaire beleid en dan in speciaal de monetaire verruiming van de Verenigde Staten. Dus om het heel simpel te zeggen, de mensen in El Salvador hebben geen check gekregen van de Amerikaanse overheid tijdens de pandemie. Ja. Terwijl de Amerikanen dat wel krijgen. En daardoor ontstond er wel weer een iets hoger. Precies, hè? In principe komt er gratis geld, hè? Geldverruiming. Dus inderdaad, dat kan leiden tot inflatie. En daar hebben die mensen in El Salvador wel last van. Want die Misschien nog goed om op te merken dat mensen die nu denken, hé, maar ze hebben wel geld gekregen en daar stond inflatie tegenover. Er is uit mijn hoofd $3,400 dollar in totaal aan stems, om het zo maar te zeggen, uitgedeeld, aan geld uitgedeeld. En er is iets meer dan €3,600 aan inflatie bijgekomen. Dus niemand is erop vooruit gegaan, ondanks dat ze die checks gekregen hebben. Nou ja, behalve natuurlijk die mensen in El Salvador. Nee, precies. Die gaan erop achteruit, want die hebben die check niet gehad. Ja, maar zelfs de Amerikanen zelf al zijn er niet op vooruit gegaan, maar op achteruit gegaan. En in El Salvador heb je daar de... Nee, maar het was natuurlijk een manier om mensen in die coronacrisis in leven te houden. Precies. En daar hebben de Amerikanen van geprofiteerd, omdat ze daadwerkelijk in leven zijn gebleven. Mm-hmm. En de Salvadoranen niet. En hetzelfde geldt overigens voor die infrastructuurbil, hè? Die 2000 miljard of zo. Dat gaat niet om de infrastructuur in El Salvador. Nee, precies. Ja. Dus dat is wel een heel specifiek geval. Er zijn volgens mij maar een stuk of 10 van dit soort kleine landen ter wereld die echt alleen maar de dollar gebruiken. Er zijn natuurlijk nog veel meer waar het een soort van half geaccepteerd is. Bijvoorbeeld in Mexico, daar hebben ze wel een eigen munt, maar kan je eigenlijk overal ook wel met dollars betalen. Ja. Zeker als je hoe dichter je bij de grenzen komt. Maar nee, hoe het in El Salvador was, op de dag dat die wet echt live ging, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is heel vreemd. Ik had er heel weinig van verwacht, net als heel veel bitcoiners, omdat toch wel het is heel snel er doorheen gedrukt. En hoe serieus gaan al die bedrijven het nemen? En hoe serieus gaan de burgers het nemen? In het begin zagen we ook protesten. Ik kan me zelfs nog herinneren dat Aaron van Weerdem daar bij was bij een protest. Ja, nee, we hebben daar mee meegelopen inderdaad. Ja. Ja. Jij was daar ook bij. Ja, nee, er was van alles die dag. Dus er bleken protesten te zijn. En er bleken dus uiteindelijk ook winkels te zijn die het volledig geïmplementeerd hadden. Nou, dat was iets wat ik nooit verwacht had van tevoren. Dus ja, een beetje van beide. Die protesten zijn vooral tegen de regering. En Bitcoin is eigenlijk een stok om mee te slaan, om het heel kort te zeggen. Mensen hebben er wel oprechte bedenkingen bij. Ook gewoon burgers die niet staan te protesteren. Mm-hmm. En heel veel daarvan kan je terugleiden naar het goed uitleggen wat Bitcoin is. Hè, en wat geld überhaupt is. Ja. En wat sparen is. Het ons geld is stuk verhaal. Precies, jullie zouden eigenlijk het boek moeten vertalen in Spaans. Ja. Maar ook hele relevante dingen die waarvan ik denk, ja, dat duwen we soms wel iets te makkelijk weg als fut of als onjuist. Maar bijvoorbeeld de volatiliteit is voor die mensen natuurlijk verschrikkelijk. Omdat je natuurlijk als je, bijna paycheck to paycheck. Het is nog, als je eigenlijk al elke maand geld tekort komt. Ja, dan kan je het niet hebben als Bitcoin 5% of 10% naar beneden gaat op het moment dat jij je boodschappen staat af te rekenen voor die maand. En dat is een ding wat heel moeilijk op dit moment op hele korte termijn op te lossen is. Ik denk wel, wat mensen daar ook aangaven, is dat ze dan bijvoorbeeld, het zou fijn zijn als er een service zou zijn waarbij ik bijvoorbeeld 90% van een betaling in dollars kan ontvangen en 10% in bitcoin. Ja. Als soort spaarrekening. Ja, precies. En automatisch. En dat is een beetje wat bijvoorbeeld Strike probeert te doen. Dat is ook wat die overheidswallet enigszins probeert te bereiken. Omdat je gratis bitcoin om kan zetten in dollars. En andersom. Hè, de overheid die betaalt eigenlijk die conversiekosten. Dus ze zijn zo aan het werk en op zich werkt dat enigszins, maar dat is nog een beetje houtje touwtje. En ik snap best wel dat nog steeds een issue is voor veel mensen daar. Mm-hmm. En even terug naar het Bitcoin acceptatiemoment, het omarmmoment. Er waren heel veel mensen die zeiden, ja, maar El Salvador, dat slaat eigenlijk nergens op. Want dat is een land die heel erg lang onder een dictatoriaal regime onderdrukt was. Die meneer, de president Bukele, die noemt zichzelf op Twitter El Dictator de El Salvador. Ja. Post alleen maar memes. Hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, dat is in mijn... Gezondheid. In mijn ogen...
moet je dat eigenlijk gewoon laten voor wat het is. Ja. Al dit soort ruis eigenlijk. Mm-hmm. En ik vind het lastig hoor, want het is niet per se ruis. Ik bedoel, het is wel de baas van het land. En de manier hoe die met zijn macht omgaat is zeker iets waar je het over moet hebben. Dat heb ik laatst met Herbert en Aaron ook gedaan in de Cryptocast. Dat als je dat hele verhaal met alle toeters en bellen en details over die Bukele zelf wil luisteren, zou ik mensen aanraden om dat eens te luisteren. Maar ik vind het dan persoonlijk veel interessanter, en dat is ook wat we gedaan hebben, om te focussen wat er nou gewoon kan. Ja. Voor je neus, zeg maar. En wat daar mogelijk was, is dat ik in een land wat... Ja, ik was op een gegeven moment in El Zonte, dat was dus dat klein Bitcoin Beach, hè, kennen de mensen misschien wel. Ja. Dat is een klein surfdorpje waar ze al jaren een beetje houtje touwtje bezig zijn met Bitcoin. Een soort van wat we in Arnhem, hè, wat Patrick van der Meijden van Bitkassa in Arnhem heeft gedaan in 2014, 2015. Hebben ze hier inderdaad een Bitcoin dorp gemaakt. En dat is wat ze nu een beetje over het hele land glad getrokken hebben met die overheidswallet. Maar wat ik daar dus op een gegeven moment had ik een moment dat ik langs een soort krot liep, letterlijk. En dat was dan een winkeltje, allemaal, bijna een hut kan je het bijna noemen. Wat ik vroeger met mijn vrienden bouwde. En daar zat dan mijn vrouwtje in en die verkochten dan water en chips en nog wat andere dingetjes, zonnebrand. Nou, daar was ik naar op zoek, dus dat was fijn, want ik verbrandde levend daar. En het was er smerig warm. Smerig warm, zeiden we ook wel. Nee, maar oprecht, het was niet normaal daar overdag. En ik had geen cash op zak. En met creditcard betalen, dat kon al helemaal niet. Laat staan met PayPal of whatever. Ja. Dus we hadden een probleem. En een ander probleem was dat ik ook helemaal niet kon communiceren met die vrouw. Want die praatte Spaans en ik Engels. En zij geen Engels en ik geen Spaans. Dat was allemaal onhandig. En het grappige was dat ze wel een Bitcoin wallet had. Hè, een Lightning wallet. En die had ik ook. En het... Ja, er was eventjes een soort van in al die orkaan van ruis over memes van de president en over dictators en over volatiliteit en hackers en ransomware en alles, dat draaide een soort van als een gek om me heen. Maar ik stond even in het oog van die orkaan daar met dat mevrouwtje in zo'n klein surfdorpje. En ik kon dus gewoon mijn factor 50 kopen met Bitcoin, terwijl ik mijn eigen wallet gebruikte die met Tor... verbinding maakte met onze eigen nood in Rotterdam, waar mensen via onze eigen gemaakte Telegram donatiebot weer Bitcoin naartoe konden sturen met hun eigen nood. Dus letterlijk mensen in de community hebben betaald voor mijn zonnebrand. Ja, daar was even een soort van magisch moment dat ik dacht van holy Moses jongens. Zo ziet open source geld eruit. Zo ziet de toekomst eruit. Ja. Wil je graag om een gunst vragen? Voor ons makers is het ongelooflijk belangrijk dat deze video breed wordt verspreid. Onder een grote doelgroep en dus goed zichtbaar is en goed vindbaar is in YouTube. Je kan ons daarbij helpen. Dat kun je doen door deze video te delen met je vrienden, je familie, je collega's. En tegelijkertijd zorg je er ook voor dat zij begrijpen wat er gebeurt met de waarde van ons geld. Wat er gebeurt met de toekomst van ons monetair systeem. En het feit dat ons geld steeds minder waard wordt en dus het belang van vermogensbehoud inzien. Je kan deze video dus delen. Dat kan door hieronder op de deelknop te drukken. Dat kan via Facebook, Twitter, via WhatsApp als je dat zou willen. En je helpt ons daar ongelooflijk mee om ervoor te zorgen dat deze content breder zichtbaar wordt. Vanuit mij in ieder geval heel erg bedankt en we gaan nu snel door met de video. En er zijn valkuilen en er zijn beren op de weg en er zijn dingen waarmee we nog van alles moeten verzinnen. Maar ja, wat hier nu gebeurt, dat is... Ik kan niet eens praten met die mevrouw, maar we hebben alle twee gewoon een lach op ons gezicht en zij heeft geld. En ik heb mijn zonnebrand. We hebben hier gewoon daadwerkelijk een transactie gedaan. We hebben daadwerkelijk iets... Ja, zij ontvangt iets van waarde en ik krijg iets wat ik wil. Ja. Ja, dat is natuurlijk in de meest puurste vorm wat geld faciliteert. En dat kon op die manier en dat ik niet 10 minuten hoefde te wachten en dat we niet te maken hadden met dure transactiekosten, maar dat we dat konden doen. Wat kostte die transactie? Weet jij dat nog? 6 sats. Dus dat wordt steeds minder, of steeds meer eigenlijk natuurlijk. Zeg maar, als je een nieuwe transactie doet, zal dat minder zijn. Ja. Maar die transactie die ik daar gedaan heb, die wordt natuurlijk steeds duurder omdat Bitcoin telkens maar blijft stijgen.
Ja, maar daar hebben we het natuurlijk niet over. Daar hebben we het niet over. Dat is een beetje flauw. Ik word altijd zelf boos als mensen weer over dat pizza verhaal beginnen. Dus ja. Ik moet het ook niet doen. Maar ik denk dat het toen der tijd een kwart cent was. En als we teruggaan naar jullie verhaal, hè? Want het geld is stuk. En teruggaan naar Bitcoin, die mogelijk de oplossing zou kunnen zijn. We hebben hier dus in El Salvador een levensecht experiment. Ja, dat is wel mooi. Je hebt eigenlijk, als je vraagt van hoe stuk is je geld, dan heb je eigenlijk een spectrum. Waar in Nederland is het geld misschien nog het minste stuk van de wereld. En in El Salvador was het misschien, zit het aan de kant van het meeste. Het kan nog stukker. Hè, Venezuela en zo, daar hebben we natuurlijk die voorbeelden. Zimbabwe, dat zijn natuurlijk klassieke voorbeelden. En op dit moment, hoe heet dat in het Midden-Oosten, waar Nassim Taleb vandaan komt. Is dat Iran? Nee, dat is Libanon. Libanon. Daar was het ook. Maar Iran is ook kapot, hoor. Ja. Er zijn op allerlei plekken is het nog net iets kapotter dan daar, maar je hebt wel twee uitersten te pakken. En daartussen zit dus een heel spectrum. Want ga maar eens buiten Nederland, Europa in, en dan zijn er al heel veel landen waar het overboeken van de ene naar de andere bank 3-4 dagen duurt en 5% kost. Ja. Door Amerika is wat dat betreft ook helemaal niet zo best, hoor, qua betaalinfrastructuur. En dan heb je nog een heleboel landen. Kijk, er zijn miljarden mensen die leven onder financiële surveillance of onder 10% of 20% inflatie. Censuur, kunnen gewoon uitgesloten worden van het financiële systeem door een verkeerde mening. Ja. Dus voor een heel groot gedeelte van de wereld is het geld veel stukker. Dus dat is denk ik, om dat spectrum te zien, om even buiten die... Ja, toch wel heel comfortabele, luxe bubbel waar wij in zitten te kijken. Nou, en dan heeft Bart wel ongeveer een hele grote sprong gemaakt, zeg maar. Kijk, en wat je dan vaak ziet, en dan kom je weer aan de technologiekant van het verhaal, dat zo'n land, dat noemen ze ook wel leapfrogging, eigenlijk met één sprong in één keer een aantal stappen overslaat. Dus El Salvador gaat niet nu Rabobankjes invoeren die dan pinpassen gaan uitgeven en overal pinautomaten gaan installeren met een draadje. Maar zij slaan die stap eigenlijk over en gaan in één keer van, ik geloof dat 70% überhaupt geen bankrekening had, alles cash, weet je wel, gaan zij naar digitaal, een digitale vorm van geld. Kan dat überhaupt? Hè? Want heel concreet zou je dan in je hoofd denken, maar dat kan niet. Hè? Als mensen niet eens een bankrekening hebben, hoe kunnen ze dan in vredesnaam op hun mobiele telefoon wel... Dus eigenlijk de enige vraag is er wel goed internet en hebben ze fatsoenlijke telefoons. Dus dat is wel een leuke vraag voor Bart nog, denk ik. Precies wat Bert zegt, dat leapfrogging, dat hebben we al eerder gezien, of waarschijnlijk al heel vaak gezien. Een heel mooi voorbeeld is dat Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Afrika, hele stukken Azië, die hebben allemaal, die weten niet eens wat een desktop computer is. Of een laptop. Weet je wel, dat alles gaat er al jaren via mobiele telefoons. Dus die hebben in één keer, die hebben nooit internet gehad. Zeg maar 1995, 2000, tot 2010, helemaal niks. En pas sinds 2010, 2015, dat er wat goedkopere smartphones waren, zijn ze in één keer daar naartoe gesprongen. En dat zag je dus ook in El Salvador. Ik bedoel, lang niet iedereen heeft een smartphone. Alleen er is gewoon, met de 5G-uitrol zijn ze verder dan in Nederland. Dus het is niet waar als mensen zeggen, in El Salvador, daar heeft bijna niemand een bankrekening. Dus het kan ook niet zo zijn dat ze daar een Lightning Wallet kunnen installeren. Nee, want het is een compleet andere infrastructuur waar dat op leunt. En internet is toch op een andere manier die wereld overgegaan dan de bankinfrastructuur, geldinfrastructuur. Wat dat betreft geeft China ons wel een mooi voorbeeld. Die hadden tot 2015 zo'n beetje eigenlijk een hoofdzakelijk cash gebaseerde samenleving. De banken die waren daar best wel traag en traditioneel en ontoegankelijk en duur. En de overheid heeft dat opgelost, tussen aanhalingstekens, door een aantal techbedrijven een banklicentie te geven. En binnen de kortste keren, binnen een paar jaar, was 80-85% van alle betalingen via mobiel betalen. Dus dat is een app op je mobieltje, Alipay of WeChat Pay. Door middel van het scannen van QR-codes. En dat is handig, dan heb je ook geen NFT en zo nodig. Ja. Dan kan je gewoon, alles met de camera kan dat. 0% transactiekosten. Dat deed ze gratis. En het enige wat, als je dan vanuit het Alipay-systeem naar je bankrekening wil, was dat 0,2%. Dat is nog steeds heel weinig. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen fantastisch. Iedereen ging het gebruiken. Binnen de kortste keren het hele land het hoogste percentage mobiel betalen van de wereld. En nu zijn ze in China achter dat het misschien ook wel nadelen heeft als je techbedrijven
alle betalingen laat doen. Mm-hmm. En in Europa en Amerika zijn we daar heel erg op tegen. Hè, want daar hebben we echt de mening dat een techbedrijf niet ook nog eens naast alles wat ze al van je weten ook nog al je betaalgegevens zouden moeten hebben. Maar daar kan je wel zien hoe snel zoiets kan gaan. Ja, veel sneller dan dat je in je hoofd zou kunnen verwerken. Ja, dan wat bijvoorbeeld een bankinfrastructuur zou kunnen uitbreiden. Ja. Daar. Waar dus ik nog even benieuwd naar ben, Bart. Hoe heb jij bepaalde situaties ervaren met de mensen daar, de mensen plaatselijk daar? Heb je daar mooie voorbeelden van hoe dat ging? Want ik kan me voorstellen dat er voorstanders zijn, dat er tegenstanders zijn en dat je dat misschien wel bijgebleven is. Die interactie met die mevrouw, dat is wel echt iets wat me mijn leven lang bij zal blijven. Want dat was zo'n abstracte situatie waar we eventjes in zaten daar met z'n tweeën. Maar een ander voorbeeld wat ik wel heel mooi vind, want daar komt weer heel mooi samen wat Bitcoin en ook Lightning, het Lightning netwerk, daarbovenop kan zijn. Even heel kort, Lightning netwerk is eigenlijk een tweede laag bovenop Bitcoin die het mogelijk maakt om bijna instant, hè, bijna direct. In een flits, een transactie te kunnen doen. Tegen ook hele lage kosten. Dus dat maakt opeens micropayments mogelijk en dat soort zaken. Dus het opent een heel scala mogelijkheden die normaal met Bitcoin, omdat het te langzaam en te duur was, niet mogelijk waren. En, want de mensen die het argument hebben, betalingen doen met Bitcoin, dat gaat nooit gebeuren. Want het is veel te duur als je een kopje koffie mee afrekent. Die argumenten gaan hierdoor van tafel. Die zijn dus ineens ongeldig. En dat is dus een ontzettend belangrijk iets wat je ook als luisteraar, kijker heel goed moet realiseren. Dat technologie vaak op een heel onverwachte, plotselinge manier er is. Ja. Terwijl aan Lightning al 6 jaar wordt gewerkt. De whitepaper voor Lightning was in 2015. 2017 was de SegWit merge, dus toen werd het technisch mogelijk. 2019 werd er voor het eerst grootschalig mee geëxperimenteerd, maar nog wel experimenten. En eigenlijk pas het laatste half jaar doet iedereen het. Ja. En dus als je een paar jaar geleden naar Bitcoin ging kijken, hoe in de praktijk er betaald werd. Want we hadden net even over Patrick van Bitkassa. Die zei ook van 90% van de betalingen en 95% is gewoon on-chain. En dus traag en duur. Ja, en dan ineens vanuit niks voor de buitenstaande, ineens is er Lightning. En ineens, weet je wel. Dus een argument waardoor je toen had gezegd van Bitcoin dat gaat hem niet worden. Want het is niet schaalbaar. Je kan 7 transacties per seconde. Dat is nooit genoeg. Want ik geloof dat op Singles Day in China, alleen in China al 500.000 transacties per seconde of zo, zoiets plaatsvinden. Het gaat nooit werken met Bitcoin en het is te duur en het is te langzaam. Dan ineens is er een nieuwe technologische ontwikkeling binnen Bitcoin. Hè, dus de betaallaag op Bitcoin is dan af. Ja. En dan is dat hele argument ineens verdwenen. En dat moeten we ons realiseren, dat Bitcoin niet alleen maar geld is, maar ook een technologie. En dat je dus ook met de verbeeldingskracht ernaar moet kijken die bij technologische ontwikkeling hoort. Ja. En dus als je terugdenkt aan de jaren 90, hè, toen we voor het eerst een mobiele telefoon kregen in Nederland, had je van die filmpjes, hè, ga jij een mobiele telefoon kopen, vroegen ze dan op straat aan de mensen. Die zeiden, waarom zou ik? Ik heb thuis een telefoon en als ik echt onderweg moet bellen, dan is daar een telefooncel. Ik wil helemaal niet constant bereikbaar zijn. Dat soort dingen. Het punt was geen gek punt trouwens. Kijk, het punt is dat die telefoons hadden toen nog geen camera. Nog geen GPS, nog geen, niet al die sensoren, nog niet zo'n groot, geen touchscreen. En toen kwamen er allerlei technologische ontwikkelingen en nu doe je op je telefoon heel veel meer dan bellen. Ja. Dus toen had je verbeeldingskracht nodig om te gaan, om vooruit te kijken naar wat een telefoon in de toekomst zou gaan betekenen. Dat geldt ook voor het internet. Internet was toen ook traag en duur en onhandig en gedoe. En nu is het internet ongeveer het platform waar alle IT overheen gaat. Mm-hmm. En zo moet je denk ik ook naar Bitcoin kijken. Hè? Dus niet alleen maar door de bril van wat is het nu, wat kan het nu. Want het heeft nu inderdaad nog allerlei beperkingen en allerlei vraagstukken. Maar de vraag is, als je nou eens over 5 of over 10 jaar kijkt. Hè, en zouden die dingen dan misschien opgelost kunnen worden? Ja. En hoe zou het er dan uitzien? Mm-hmm. En dat is denk ik belangrijk ook in het, als je de vraag stelt, wat moeten we nou met Bitcoin? En moeten we het dan maar verbieden omdat het nu niet geschikt is voor betalen? Of moeten we even in de toekomst kijken naar wat het kan worden? En
Nou ja, die kans geven. En Lightning is daar dus een mooi voorbeeld van. Ik wil eigenlijk even terug naar onze Lightning koning. Ik zag net twee giechelende mannen op de achterbank, omdat we ingehaald werden door een oma. En die keek heel boos naar binnen. Wat gebeurt hier nou weer? Ja. Ze rijden zo langzaam met bejaarden. Oh, nee. Is dat nou zo'n influencer? Ja. Oh, het is Madelon. Excuses. Nee. Sorry mevrouw. We betalen in een flits, we rijden. En rijden doen we wat rustiger. Ja, we moeten er wel voor zorgen dat die camera nog blijft hangen. Ja, die viel er vanaf. Oh, nee. Gelukkig. Maar ik wil graag even eens terug naar Lightning. Ja, een voorbeeld vroeg je om, hè? Ja, want jij bent niet voor niks de Lightning koning. Je hebt net een klein introductie gemaakt over dat het betalen met Bitcoin heel erg snel maakt. En ook heel erg goedkoop. Je zei net al 8 sets voor die ene transactie voor jouw zonnebrand die je zo hoog nodig had. Heb je nog meer voorbeelden van Lightning? Of zou je misschien een korte uitleg kunnen geven voor de mensen die nu denken, nou, dat wist ik helemaal niet. Hoe werkt dat? Vertel me dat. Nou ja, kijk, ik denk wat Bert net als uitleg gaf, dat wel een goede samenvatting is van Lightning en ook waarom het zo opeens zoveel impact kan maken. Kijk, Lightning koning, ja, die term heb jij verzonnen volgens mij. Ik zou mezelf echt niet zo durven noemen. Volgens mij ik weet niet hoor, maar ik vind het voorbeeld van... Bert heeft verzonnen, dacht ik. Echt? Ja, ik dacht dat jij dat zei. Ik vind Bart is gewoon echt een koning. Hoeveel notes hebben we via Satoshi Radio zeker, nu? Zeker, ik bedoel, kijk, mijn punt is ook meer dat... Dit is een spannende. Dit wordt heel krap. Ik denk niet dat dat gaat lukken. En ik weet ook niet hoe ik mijn spiegel naar binnen krijg. Nou, dan blijf ik nu even wachten. Nee, ja, kijk, het ding met Lightning is dat er veel grotere Lightning koningen zijn dan ikzelf. Hè? En dan vooral op technologisch vlak. Ik kan helemaal niet programmeren bijvoorbeeld. En er zijn echt jongens ook in onze community die... Ja, die maken binnen een flits weer een bot of hun eigen, die helpen mee aan Lightning. Maar wat mij heel erg opviel, 2 jaar terug, toen we er een beetje mee begonnen voor de podcast, hè, toen je voor het eerst zo'n note een beetje op kon zetten, toen ging ik rondvragen en toen kreeg ik elke keer terug van, ja, maar zo'n note, dat is toch wel lastig en daar moet je helemaal niet mee beginnen en voor nieuwkomers is dat ook niet te doen en... Het was helemaal niet sexy om een note te maken. En ik denk van ja... Maar zelfs nu kreeg je dat nog. Hè? Ik zag op Twitter voorbij komen dat je super trots was over de betaling van die note. Het was misschien wel het voorbeeld met die zonnebrand. En dat mensen op Twitter zeiden, nou, er is iemand blij dat hij in El Salvador een transactie heeft kunnen doen via zijn node in Nederland. Fantastisch. Ja, maar dat interesseert me echt geen moer. Dat oprecht niet. Maar begrijp je dat de normale mens daar met zijn hoofd niet zeker, bij kan zeker. Maar dat zie je toch ook als je terugkijkt naar de shows, naar de talkshows uit de jaren 90 over internet. Dan zit Karin Spank daar trots te vertellen dat ze een berichtje uitwisselt met iemand aan de andere kant van de wereld. Ja. En dan zie je een beetje van die lacherige mannen met een pilsje en een peuk. Maar ik vind het net zo normaal als dat de meeste internetgebruikers niet verwonderd zijn over het feit dat pakketjes, zeg maar die datapakketjes hun weg vinden al onze manieren waarop data reist. Eerst via de lucht naar je router toe, dan naar je... Daar denk je niet over na. Die hele infrastructuur is helemaal weggewerkt. Ja. En dan sta je helemaal niet bij stil. Net zo min als dat je niet verwonderd bent over dat contactloos betalen in de supermarkt. Terwijl erachter natuurlijk allerlei technologie zit. Ja. Waar je best wel verwonderd over zou kunnen zijn als je het begrijpt. En dus dat Bart eventjes de vonk oversprong tussen Bart en de mevrouw in El Salvador. In het hutje, ja. Er zit natuurlijk ook achter dat Bart heel goed begrijpt wat er nou op de achtergrond allemaal gebeurt. En dat iets magisch heeft. Ja, dat zit achter die vonk die oversprong. Ja, en dat er dan allerlei mensen zijn op Twitter die zoiets hebben van, ja joh, een betaling. Nee, maar weet je wat is die mensen op Twitter, die komen vanzelf wel een keer over de brug. Kijk, Het is ook niet belangrijk. Dat is wat jij bedoelt volgens mij, Peter. Misschien hoeven ze het überhaupt wel niet te begrijpen. Nee, zij gaan straks gewoon die transactie doen zonder dat ze dat weten. Dat is het lot van opkomende technologie. Ja. Op het moment dat de massa er mee gebruik van gaat maken, is het zo gebruiksvriendelijk. Kijk, weet je wat... Dat het ook allemaal weer achter de schermen voor hen toegankelijk gemaakt. Maar dat is ook voor mij ook nu niet het ding. Dit voelt gewoon, weet je, vroeger kon je nog het internet op en dan ging je websurfen en dan kwam je op iemand zijn pagina terecht, weet je wel. En die had dat dan helemaal zelf in elkaar gesleuteld. Met marquee. En weet ik veel hoe inderdaad. En
daar had je nog echt had je echt, GeoCities eigenlijk? Echt, daar had je echt nog plekjes voor van iemand, van een persoon. En tegenwoordig, ja. Dat is op een gegeven moment allemaal groot geworden. En het doet me een beetje denken aan YouTube in het begin, waar ook iedereen gewoon filmpjes postte en waar je nog niet druk hoefde te maken of de titel wel goed viel, of dat je in een niche zat die nog niet goed, waar nog niet genoeg andere influencers in zaten en waar nog niet alles gemonetized werd. En dat was een hele open community. En dat merk ik nu hier heel erg. Want wat je nu hebt gekregen is dat, nou, wat ik zeg, op het internet, daar kan je een domeinnaam kopen. Daar kan je redelijk makkelijk een website opzetten. Je kan er tegenwoordig heel modulair een webshop van maken met een plugin. Weet je hebt allemaal verschillende plugins en je kan je eigen webshop en je eigen websiteje maken. Maar de betaalplugin, het Lego steentje van betalen, dat ligt nog steeds bij banken en dat ligt nog steeds bij betaalproviders zoals Molly en Adyen en noem het maar op. En het probleem is dat je daar ten eerste door een KYC-procedure heen moet. Dus het heeft een bepaalde drempel om daaraan mee te doen. En ten tweede zitten er vaak bepaalde transactiekosten op. Waardoor je eigenlijk een heel groot gedeelte van de transacties eigenlijk buitensluit. Dat is gewoon niet economisch interessant om daarmee te experimenteren. En wat je nu ziet met Lightning, omdat die transacties zo goedkoop zijn en omdat er nog geen KYC-barrière is, die zal er in de toekomst vast komen, net als dat YouTube op een gegeven moment ook minder leuk was dan dat het vroeger was, dat er nu mensen gewoon experimenten aan het doen zijn. We hebben iemand in de community zitten die zijn benevelaar op zijn terras ingesteld heeft dat als je een paar sats betaalt, dat hij een minuut gaat sproeien. Ja. Ja, dat klinkt allemaal heel erg nietszeggend, maar als je duizenden mensen hebt die een beetje gaan lopen klooien, dan hoeft er maar 1% een goed idee te hebben. En het zijn opeens tientallen goede ideeën die de markt gaan betreden. En dat is wat je nu aan alle kanten ziet gebeuren met Lightning. Moet even keren. Gaat goed, ik heb de verkeerde weg genomen, maar geeft niks. Dat maakt niet uit. Het is het alarm van je verhaal. Ja. Hij zegt, we hebben nog 15 minuten. Nee, dus dat vind ik heel erg gaaf. Want wat je nu dus merkt, is dat je stukje voor stukje beginnen mensen dingen bij te bouwen op dat Lightning-netwerk. Ja. We hadden natuurlijk Bitkassa, hè, die heeft dus een Lightning-implementatie. En wat wij proberen te doen met de podcast en met de mensen die we spreken is om Bitkassa dan op verschillende plekken ondernemers zover te krijgen om dat te implementeren. En inmiddels zijn we dus op een punt, Patrick heeft het in Arnhem zelf gedaan, maar we hebben verschillende luisteraars waar je nu dus met Lightning kan betalen. Bijvoorbeeld onze stamkroeg inmiddels van een luisteraar in Haarlem. Ja, daar kan je dus nu gewoon met Bitcoin betalen. Heet die kroeg? De Roemer, ik zal het even noemen. Daar gaan we dus heen en dan gaan we daar een biertje drinken. Ja. En zo zijn er allemaal initiatieven waar je dus met sats kan betalen. En het grappige is, mensen doneren sats aan ons via onze donatiebot op Telegram. Ja. De banken kunnen er morgen uit liggen en wij kunnen gewoon donaties ontvangen. Het grappige is, we ontvangen ze zelfs vanuit China, vanuit Argentinië, vanuit... waar zitten alle Bitcoiners tegenwoordig? Vanuit Portugal, noem het maar op. Ja, dat is een soort van bal van energie waar we middenin zitten. Ja, en daar heb ik echt zoiets van, ja, daar moeten we dit jaar, komende jaren, gewoon zo hard mee aan de slag. En het grappige is, je hoeft niet alles zelf te doen, want het is open source. Als iemand anders wat tofs maakt, dan kan je dat meteen overpakken. Als Michael Saylor besluit iets met Lightning te doen, dan kunnen wij daar gebruik van maken. Als het Strike van Jack Mallers bezig is, dan kunnen wij daar gebruik van maken. Ja, Twitter, hè? Twitter, inderdaad. Ja, zeker weten. Dus dat is wel de grap ook, hè, van wat die president van El Salvador zei. Van, ja, weet je, wij sluiten ons aan op het grootste monetaire netwerk van de wereld. Hè, of grootst, als in met de grootste toekomst. Ja. Dus... wij hebben ineens, door er hierop aan te sluiten, hebben we ineens tienduizenden ontwikkelaars wereldwijd die aan ons financiële netwerk bouwen. Ja. Dat is waanzinnig, een waanzinnig idee. Waar ik heel benieuwd naar ben, kunnen we dat experiment uit El Salvador nu ook implementeren op de gehele wereldbevolking of op Nederland misschien aan zich? Of is dit echt een op zichzelf staand iets? Ja, ik denk dat voor adoptie van technologie dat er een moment moet komen dat het voor de grote massa vanzelfsprekend is om te gaan gebruiken. Dat het beter is dan de alternatieven. En in El Salvador is het nu beter dan de alternatieven. Mm-hmm. En daar hoef je de mensen dus ook niet uit te leggen dat het handiger is om dollars via Strike naar huis te sturen dan via een of andere plek waar je heen moet lopen en 10% of 5% betaalt. Yeah.
Dat is logisch. Ja, en je hoeft vrouwen in Nigeria die opkwamen voor de vrouwenrechten, die zijn uitgesloten van het financiële systeem, dat ook niet uit te leggen. Nee, precies. En mensen die 100% inflatie hebben, hoef je het ook niet uit te leggen. En het punt is, in Nederland moet je het wel uitleggen, omdat we het nou eenmaal zo goed hebben. Dus ik verwacht dat in verschillende dat Nederland misschien wel een van de laatste landen is waar mensen uit zichzelf denken, tjonge, dit is beter dan het alternatief. Ja. Maar toch denk ik daar, Bert, ik ben het helemaal met je eens. Behalve dat internetgeld, dat is er gewoon niet. Totdat Bitcoin er opeens was. En ik zeg wel eens, jij vindt het geen mooie uitspraak. Maar ik ga wel zeggen, de Bitcoin is digitaal verwekt en mondiaal geboren. En dat is compleet anders dan de lappendeken van het huidige systeem. Dat zijn allemaal munten die al jaren bestaan. Dat is allemaal landen die ermee te maken hebben. Misschien een ECB, misschien een Fed, misschien whatever. Ja. Dat wordt allemaal aan elkaar geknoopt. En dat is gewoon niet, dat werkt niet op de manier waarop Bitcoin werkt. En ik denk dus voor heel veel mensen, ook in Nederland, die online hun werk doen of online hun werk willen doen. Of zoals jij soms in Portugal zit en gewoon vanuit daar je content maakt en je community beheert. Ja, vanuit zo'n optiek is het heel mooi dat je een geld hebt wat niet aan die landsgrenzen gebonden is. En wat zeker binnen een flits over heel de wereld verzonden kan worden. En zeker als je kijkt naar Web 3.0, waar het dan wel eens over gaat. Ja. Hè, als je het over content creators hebt die nu op YouTube tientallen procenten betalen. Op Twitch, Patreon is minimaal 10% van je omzet die gepakt wordt. Ja, met Lightning zou dat in principe zelf, kan je het gratis. En als je het bij een derde partij doet, dan kan dat naar 1 of 2%. Ja, dan hou je 8% omzet in je zak als creator zijnde. Ja, dat zijn wel dingen, één heel duidelijk voorbeeld waarvan ik denk, ja, daar zit echt iets wat in de komende jaren wel eens heel belangrijk is. Maar toch wil ik daar nog wel wat... Hoe kijk jij daar naar, Peter? Nou, ik wil er nog wel wat naast zetten. Want bijna alles van wat er nu besproken is in dit voorbeeld is ook te bereiken met een CBDC-achtige oplossing die wereldwijd in gebruik genomen wordt. Mm-hmm. En het allergrootste verschil uiteindelijk, als het helemaal plat slaat, dus in het hypothetische geval dat er een intergouvernementele organisatie geld gaat uitgeven, een SDR of iets dergelijks, en het is ook digitaal geboren enzovoort, dan blijft over het verschil dat Bitcoin een open en neutraal netwerk is. Een op zichzelf staand decentraal netwerk is. Waarbij niemand de regels kan veranderen en niemand kan censureren. Dus uiteindelijk is dat wat Bitcoin uniek maakt en niets anders. Dus dat het even. En ik denk het inflationaire principe dat ook wel een grote rol speelt. Hè? Ja, maar dus veel mensen toch. Dus ook even over ons boek, hè, hebben we als ondertitel waarom Bitcoin de oplossing is. Of je hebt beperkte ruimte op zo'n kaft. Maar laat je zeggen van hoe kan Bitcoin een onderdeel zijn van die oplossing? En dat is eigenlijk de vraag die we ons stellen. Kijk, dat digitale centrale bankgeld, in Europa heet die de digitale euro, die gaan er komen. Mm-hmm. Daar zijn ze mee bezig en dat in China komt die deze winter al. En het punt is, dat digitale centrale bankgeld kan geprogrammeerd worden en kan men de eigenschappen geven die ze zelf willen. Dus ze kunnen zeggen, je kunt het alleen maar besteden aan voedsel of kleding. Of je mag het aan alles besteden behalve aan gokken of aan peuken of aan bitcoin. Ja, crypto. Je kunt het een houdbaarheidsdatum geven. Dit is, alsjeblieft, hier heb je geld, maar over 3 maanden dan is het niks meer waard. Mm-hmm. Of ze kunnen zeggen, nou, Bertie geeft te veel uit, dus die krijgt 5% rente. Maar Lon spaart te veel, dus je krijgt min 5% rente. Ja. Zeg maar, dat soort dingen kan men ermee doen. En de baas van de BIS, die heeft ook gezegd, dit zijn de tools die we hebben en we zullen ze ook gebruiken. Kijk, uiteindelijk gaat natuurlijk het volk daarover. Hè? Via de volksvertegenwoordiging die kan zeggen van dit is hoe wij ons geld willen ontwerpen. Maar met digitaal centrale bankgeld is er nu eenmaal een utopische en een dystopische toekomst mogelijk. Het is niet gegarandeerd dat goed geld wordt. Het zou kunnen dat er hele lelijke bestedingsvoorwaarden komen. Het zou kunnen dat er heel naar monetair beleid gevoerd wordt, wat zorgt voor veel inflatie, voor toenemende ongelijkheid, voor focus op de korte termijn, omdat je geld snel in waarde afneemt. Het is heel waardevol dat er daarnaast een optie is waar niemand regels kan bepalen. Ja. En die optie, het bestaan van Bitcoin, begrenst hoe
extreem centrale banken het kunnen maken met het digitaal centrale bankgeld. Want als ze het al te idioot extreem maken, dan zeggen, hebben mensen de optie om te zeggen ik ga naar Bitcoin toe. En als ze het heel netjes houden, ja, dan zou het best kunnen dat er heel wat landen zijn waar men hoofdzakelijk de nationale munt gebruikt. Ja. En misschien Bitcoin alleen voor de heel lange termijn of als speculatie als of als belegging of als digitaal goud. Ja. En in de landen waar een centrale bank het wel te gek maakt, ja, dan hebben mensen de optie om te zeggen nou weet je, dan ga ik naar Bitcoin. Eigenlijk wat we nu dus ook zien als we kijken naar Venezuela, Argentinië, Iran. Ja, exact. Maar ja, trek die lijn dan door, dus dat Bitcoin straks stabiel is. Heel erg gebruiksvriendelijk. Ja, dus niet meer dat punt wat Bart net al zei. Dat hebben we allemaal op een of andere. Het is ook niet meer. Je kunt het ook niet kwijtraken makkelijk. Want er zijn allemaal trucs voor verzonnen, technologische trucs. En op dat moment is er een optie. En die optie, ja, die zou dus de wereld een soort van scherp kunnen houden. Van, kun je daarmee stellen Bitcoin fixes this? Om echt even in de algehele Bitcoin termen te blijven die Bitcoiners toch graag roepen. Op alles wordt er gezegd Bitcoin fixes this. Is Bitcoin dan inderdaad de oplossing? Wat jullie ook als ondertitel bij het boek hebben staan. Je zou Bitcoin, wel de oplossing kunnen noemen voor misbruik van geld ten opzichte van de bevolking. Dus zeg maar de extreme, de scherpe randjes, die zou Bitcoin de wereldwijd af kunnen snijden. Het brengt symmetrie aan in de verhoudingen rond geld. Ja. Dus vergelijk het met ergens in dienst gaan om te werken. Je werkgever die zorgt goed voor je. En zo niet, heb je altijd de optie om dat contract te verbreken uit dienst te gaan. Ja. Weet je, maar dat is met geld helemaal niet zo. Je hebt de euro, je hebt niet de optie om niet de euro te gebruiken. Mm. Je zit ook vast aan het beleid dat er. Weet je, de bank. Ja. Dus als je in dienst bent en je hebt niet de optie om op te stappen, dan ben je eigenlijk een slaaf. Dat, dat is precies het verschil. Ja, klopt. Nou ja, en het bestaan van Bitcoin brengt daar symmetrie in aan. En dat is in essentie, als je helemaal plat slaat, de waarde van Bitcoin, van het bestaan ervan. Nou, en het mooie is, dat bestaat. En die geest is uit de fles. En er worden allerlei dingen omheen gebouwd. En die magie die Bart beschrijft, die begrijp ik helemaal. Het is een open infrastructuur en dan worden er toffe dingen gemaakt. Want wat vind jij nou het allermooiste? Waar word je, ja, wat is voor jou nu op dit moment het aller... Waar zit jij nog steeds zo in Bitcoin en zo in die... Ja, dan ben ik niet zo ingezoomd op dat je je eigen nood kunt maken bijvoorbeeld. Ik vind het... iets meer uitgezoomd, het tot stand komen van zo'n netwerk, dus de opkomst van technologie, dat vind ik echt heel gaaf om waar te nemen. En omdat we zoveel verschillende mensen spreken, en weliswaar binnen de Ivoren Nederlandse toren, plush, maar toch zoveel verschillende mensen, verschillende uit verschillende lagen van de bevolking, je merkt gewoon aan alle kanten dat het zich steeds meer begint te verankeren. Zelfs in Nederland, weet je, waar we nog niet eens gelukkig de bittere noodzaak van het gebruik ervan inzien. Ja, dat is toch heel bijzonder, want we zitten hier dan met z'n vier in de auto en eigenlijk hebben we alle vier net een ietsje ander perspectief op wat er hier gebeurt. Jullie misschien net iets meer vanuit het technologisch perspectief. Jij wat meer vanuit het microverhaal, het processen. Ik wat meer vanuit de macro-economische hoek. Nou, ik word wel besmet door zoiets als zeg maar zo'n verhaal dat Bart vertelt. En heel concreet, bij onze boeklancering waren honderden mensen. Ja, en we hebben daar sats uitgedeeld en mensen gingen daarmee betalen. Ja, het enthousiasme dat dat oplevert. Ja, zelfs kinderen, zo makkelijk was het. En, maar ik bedoel, dan ben ik wel gewoon even kind als kind in de snoepwinkel. Ja. Ja, maar wat daar nog heel leuk is om aan toe te voegen, want dat is een goed voorbeeld. Die sats die kwamen niet van onszelf. Nee. Misschien moet je dat even bij vertellen. Die werden gedoneerd. Ja, Mark van der Scheis die zag dus vanuit Canada van, die dacht shit, ik kan er niet bij zijn. Maar ik vind het zo tof dat jullie gaan experimenteren met Lightning daar. En dat die boekhandel dat accepteert. En dat je het boek kan kopen met Lightning. Of met Bitcoin, maar via Lightning. Dat je daar een biertje kan kopen via Lightning. Ik sponsor het bier. Dus hij had vanuit Canada heeft hij dus sats gestuurd naar onze node. Via onze eigen donatiebot. Die hebben wij naar 10 andere jongens uit de community gestuurd. Die daar met oranje petjes iedereen liepen te helpen als een soort Bitcoin-goeroes. En die stuurden allemaal weer een klein beetje Bitcoin naar die mensen toe. Ja. Dus uiteindelijk, ja, ik blijf inderdaad dat zo gaaf vinden. Als de banken op die avond storing hadden, hadden wij gewoon lekker alsnog biertjes kunnen afrekenen. Ja. Of boeken. Klopt, maar zoiets simpels als laten zien dat Bitcoin werkt.
Ja, dat zijn de vonkjes die nodig zijn om ook voor mensen duidelijk te maken die tot dan toe helemaal niets met Bitcoin hadden. Die zijn in één keer wel geïnteresseerd geraakt. En dat vind ik heel erg tof. En dat zag ik ook. We waren bij koffietijd om te praten over dat boek. Ja, en dan hoor je daar verhalen over. Een heel ander publiek. Van mensen die anders nooit zou bereiken. Dames van tussen de 60 en 70 jaar. Nee, die bereiken ze allemaal. Ook wel een iets jongere doelgroep, hoor. Vanaf 50 is het. Ja. Wat? Niet tussen vanaf 50 jaar. Die koffie, maar ik bedoel meer. Daar kregen we verhalen van terug. Die dat gezien hadden. Er was een dame van 63 of zo, die het boek had gekocht. En zei van, ja, weet je, dit is wel, ik heb het nu gezien en ik wil hier meer van weten. Yes. Ik wil mijn kinderen, kleinkinderen begrijpen. Ik heb het nu gezien en hier gebeurt iets. Ja, of ik wilde het aan mijn kind kunnen uitleggen. Als je jonge kinderen hebt, die vraagt, mama, papa, wat is Bitcoin? Wat is we zeiden toen, Bitcoin houdt je jong. Maar voor die generatie... Is dat ook? Want er zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, ja, dit is zoiets nieuws, ik laat het aan me voorbij gaan. Dat zei de eigenaar, de ondernemer van de boekhandel ook. Ja. Weet je, maar door er even mee bezig te gaan, even over die nieuwsgierigheid te hebben, wat hier gebeurt, is toegankelijk voor iedereen. Mm-hmm. En dat is ook, weet je, dat is wat we ook hopen te bereiken met dat boek, door het zo laagdrempelig. Het is niet eng. Iedereen kan het begrijpen. Het is misschien wel de beste investering die je kunt doen in jezelf. Want de komende jaren gaan er monetair nog wel spannend uitzien. En als je dan begrijpt wat er gebeurt in het geldsysteem. En ook wat de rol van Bitcoin is. Want weet je, stelt die Bitcoin straks naar een ton, twee ton, een miljoen gaat. En er is grote onrust in de wereld. Titel van de video. Nee, maar luister. Als Bitcoin naar een miljoen gaat in een paar jaar, dan betekent dat er verderop in het geldsysteem dingen echt stuk gaan. En dat is niet per se plezierig. Absoluut. En dat begrijpen wat er dan aan de hand is, ja, dan kan je beter nu dat boek lezen. En weet je, dan dat je dan ter plekke maar moet gaan volgen wat er wat mensen allemaal gaan roepen. Dan is het roepen. Er ineens en dan ben je eigenlijk loop je achter feiten aan wat je net uitgelegd. We krijgen terug van mensen van, hey ja, mijn vriendin die begrijpt nu waar ik enthousiast van ben geworden door te lezen. Ja. Oh, ik begrijp nu waar mijn kinderen mee bezig zijn. En het zijn gewoon mensen die daarvoor helemaal niet bezig waren met deze thematiek, maar wel die nieuwsgierigheid aangaan, enthousiast zijn geworden. En Peet, nu dat boek, hè, dat valt goed. Best wel een succes, toch, denk ik. En wat vond jij eigenlijk van Madelon? Heb gelezen. Oh. Ja, ik heb al gezegd wat ik ervan vond in ons voorgesprek. Even een recensietje. Ja, nee, ik vond het een heel goed te lezen boek en ik werd er heel erg enthousiast van. Maar jij gaf weer aan dat er ook wel mensen waren die zeiden, nou ja, het is best wel pittige materie. Maar ik vond het heel goed leesbaar, heel helder, heel duidelijk, mooi uiteengezet. Ik moet zeggen, ik moet nog de laatste twee hoofdstukken. Ik luister het boek. Het boek staat namelijk ook op Storytel en ik ben wat minder van het lezen. En ik moet zeggen dat de verteller ook heel erg prettig spreekt. Dus ik ben heel enthousiast, zeker weten. Ah, maar ik ben vijf sterren recensie, jongens. Ik ben niet echt de doelgroep. Dat is wel een verschil. Maar we hebben het geschreven voor krantenlezend publiek. Precies, de gemiddelde persoon. Dus er zit wel wat algemene kennis bij. En wat de ervaring nu is dat publiek het ook daadwerkelijk begrijpt, goed volgt en er enthousiast van wordt. Ja. En ik vind het ook leuk, Joost van Kuppenveld die een recensie schreef in het Financieel Dagblad, die ik als best wel lovend heb ervaren, maar die ook aangaf, joh, misschien is dit wel het boek voor de nieuwsgierige scepticus. Ja. Scepticus? Ja. Scepticus. Scepticus, ja. Weet je, en omdat het natuurlijk gewoon alle invalshoeken bespreekt. Maar ouwe Reus, wat ik jou wilde vragen, wat is het volgende project? Want daar zijn mensen natuurlijk benieuwd naar. Dit is het. Dit project is nog helemaal niet afgelopen. Maar wat ik eigenlijk hoop hiermee aan te geven is van, dit is dus nuttige materie om anderen op te wijzen. Dus absoluut. Zit jij word je zelf enthousiast van Bitcoin en zie je wat er gaande is aan technologische innovatie. En wil je graag dat anderen... Pak hem erbij. Jullie hebben het boek daar liggen. Precies, neem hem op schoot. Deze dus. Dit boek. Wil je dus graag dat andere mensen dat ook begrijpen. Zorg er dan voor. Als iedereen ervoor zorgt dat die twee anderen in die categorie exponentiële groei, Peet. Goed opgelet, jongen. Ja, gaf dat boek aan. Lees het. En dan begrijp je waar ik enthousiast van word.
ja, dan krijgen we dat netwerkeffect dat we het vaak over hebben, ook in Nederland in het klein. En daarnaast is het misschien nog wel goed om even te vertellen dat wij 3 boeken... Ook dat? Zo, ja. Ik pak hem even opnieuw. Dat we 3 boeken weg mogen geven. En die kun je natuurlijk niet zomaar winnen. Daar moet je wel even wat voor doen. Je kan hieronder in de reacties laten weten waarom juist jij dat boek moet lezen. Misschien wil je Bitcoin kunnen uitleggen aan je kleinkinderen. Misschien wil je zelf begrijpen waar deze materie over gaat. Dus zorg dan even dat je dat hier in de reacties achterlaat. En dan maak je wellicht kans op, kom er even bij, een van de 3 boeken. Of misschien wil je weten waarom Bitcoin zou kunnen mislukken. Oh, want dat is ook wel een hele goeie. Hartstikke leuk. Interesting. Tof. Jongens, we zijn bijna weer aangekomen op locatie en het wordt al donker. Ik had nog uren met jullie door kunnen kletsen, maar het zij zo. Voor nu wil ik jullie ongelooflijk bedanken voor het maken van deze aflevering met mij. Hoe kunnen mensen jullie het best volgen? Twitter, denk ik. Op Twitter? Denk het wel, ja. Ja, je kunt mij volgen op Twitter, @Pesla, Bert, ja. @B.Slachter en Bart, @Bart _ Mol. Ja, dat is het, helemaal. Ja. En Bitcoin Alpha misschien nog? Bitcoin Alpha, inderdaad. Ja. De enige nieuwsbrief die beschermt en versterkt, hè jongens? Ja. Het houdt je jong, je haar gaat ervan glanzen. Top. Nee, dat is onze nieuwsbrief waar we elke week alle nieuwtjes van duiding voorzien. En natuurlijk de podcast Satoshi Radio, dat zijn eigenlijk... Je zou Bitcoin Alpha een beetje kunnen zien als een soort continue stroom van... wat we ook in het boek hebben geschreven. Ja, dus alle updates van het boek, zou je kunnen zeggen, die... Over een jaar kunnen we daar weer een boek van maken. Ja, ja. Hartstikke goed. Ja, we zetten hem hieronder in de reacties. We doen erbij. Natuurlijk hartstikke veel. We bespreken veel in de media, maar ook gewoon in het wereldje. We lezen veel. En Bitcoin Alpha is eigenlijk... leggen wij een filter op wat wij allemaal meemaken. En zorgen we ervoor dat en mensen bij ons aan de keukentafel zitten... en wat daar langskomt... heel relevant is als je zelf ook in het Bitcoin wereldje ziet. Dus eigenlijk zorgen we er gewoon voor dat je het wereldje kunt volgen zonder alle ruis en van ons, van figuren die je overal nergens ziet, hoort en kunt vertrouwen. En dat is dus eigenlijk een soort van private clubhuisje. En dat is hartstikke leuk. Hartstikke bedankt, heren. We zijn aangekomen op locatie. Ik wil natuurlijk de kijker ook bedanken voor het kijken. Laat vooral even weten wat je van deze aflevering vond. Doe dat hieronder in de reacties. Blauw duimpje, denk ik. Klik ook even op het duimpje als je deze aflevering leuk vond. En dan op het belletje ook, hè? En op het belletje, absoluut. Zeker weten. Hartstikke goed. Voor nu wens ik jullie een hele fijne week. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Adios. Dag.